Goedenavond. Dus, mijn opdracht was om kort even te schetsen hoe en of de vooruitgang in de wetenschap op dit ogenblik voor de patiënt reeds een verschil maakt. Dat is althans zoals ik de vraag begrepen heb. En dus zoals een arts betaamt, zal ik mij binnen het vastgelegde tijdsbestek houden van 15 minuten. Laten we eerst even kort schetsen hoe de logische gedachtengang is wanneer een patiënt zich met klachten en symptomen presenteert. Dus het vertrekpunt zijn de klachten en de symptomen van de patiënt. En dat is al een heel belangrijk onderscheid ten opzichte van bijvoorbeeld wat we in de eerste voordracht hoorden. Daar ging het over gezonde mensen waar men een aantal testen op uitvoert. Maar dat is natuurlijk erg verschillend van wat men als arts beoogt, namelijk men vertrekt van patiënten, mensen die ziek zijn. Men vertrekt in principe niet van mensen die nog niet ziek zijn of niet ziek zijn. Bij de neurologie is de eerstvolgende vraag, wanneer een patiënt zich presenteert, waar in de hersenen gaat het mis? En als u het mij vraagt, is wat betreft de wetenschappelijke vooruitgang er heel veel inzicht ontstaan over de voorbije tientallen jaren over hoe de hersenen bepaalde functies vervullen. En patiënten kunnen ons heel veel leren over hoe de hersenen georganiseerd zijn. En het inzicht in de werking van de normale hersenen laat ons ook toe om bij elke patiënt die voor ons zit eigenlijk ook beter te begrijpen wat er eigenlijk gaande is. Klassiek is dan de volgende vraag. Welke letsels treden er op? De eerste vraag is waar, de tweede vraag is wat. En dan de belangrijkste vraag voor de patiënt uiteraard is, wat kunnen we eraan doen? En dus omdat ik slechts 15 minuten heb, dacht ik om dit te illustreren met een concreet voorbeeld, zodanig dat ik aan de hand van dat voorbeeld even het traject kan doorlopen van een dergelijke patiënt en misschien ook kan erop wijzen waar de wetenschap nu echt een verschil gemaakt heeft en of de wetenschap nu echt een verschil maakt. Dus deze patiënt is een 52-jarige man en die komt met een blad waar hij een aantal concrete voorbeelden heeft genoteerd van zijn geheugenproblemen. Er wordt hem bijvoorbeeld op het werk gezegd dat hij vaak vragen opnieuw stelt die hij eigenlijk al gevraagd heeft, soms binnen de 15 minuten. Wanneer hij aan vergaderingen deelneemt, dan kan hij na de vergadering moeilijker oproepen wat er precies in de vergadering besproken geweest is. En soms herinnert hij zich niet waar hij zijn wagen geparkeerd heeft. Wanneer hij formulieren moet inscannen en naar de pc sturen, vindt hij dat moeilijk, terwijl hij eigenlijk van opleiding een informaticus is. En volgens zijn partner heeft hij ook meer moeite met het toepassen van de regel van 3 en ook meer moeite om haar te volgen als ze iets uitlegt. Hij is minder zeker en is ook stiller. Er is geen familievoorgeschiedenis van dementieziekte van Parkinson of amyotrofe lateraal sclerose. En hier op deze slide staat eigenlijk al heel veel vervat van wat de ziekte van Alzheimer eigenlijk teweeg brengt. En een heel belangrijk element van de symptomen en de klachten hier betreffen wat men noemt het amnestisch syndroom, de amnesie. En amnesie betekent dat men moeilijkheden heeft om nieuwe gebeurtenissen aan te leren. En het typische voor het amnestisch syndroom, men noemt dat ook het episodisch geheugendeficit. En het episodisch geheugen is het geheugen voor dingen in een bepaalde plaats en tijd, context. En dus als ik u zou vragen, wat hebt u vanmorgen gegeten, dan hebt u daar uw episodisch geheugen voor nodig. En een van de kenmerken van dat amnestisch syndroom is dat er een anterograde component is, waarbij het gaat over het aanleren van nieuwe gegevens. En er is ook een retrograde component, dat wil zeggen het oproepen van gegevens die men eerder op een correcte manier heeft aangeleerd, maar niet meer kan oproepen. En een van de meest kenmerkende eigenschappen van dat retrograde geheugendeficit is dat er een tijdsgradient is. En dat is iets wat de meeste mensen paradoxaal vinden. Ze zeggen, dat is toch eigenaardig. Iets van enkele minuten geleden kan hij niet meer oproepen, maar dingen van 20, 30 jaar geleden, dat gebeurt met meer detail dan vroeger het geval was. En dat is eigen aan het amnestisch syndroom, omdat daar typisch een tijdsgradient aan verbonden is.
Een ander kenmerk van het amnestisch syndroom is dat het niet enkel gaat over het geheugen voor bepaalde doorgemaakte episodes in een bepaalde plaats- en tijdcontext, maar ook het geheugen voor plaats. En dat is een van de meest fascinerende zaken in de organisatie van het geheugen, dat dus het... episodisch geheugen op dezelfde structuren berust als het topografische geheugen. En dat verklaart heel veel van de klachten waarmee mensen ook komen. Bijvoorbeeld in het voorbeeld dat ik u aanhaalde, hij wist niet meer waar hij zijn wagen geparkeerd heeft. En dat heeft te maken met het feit dat de structuur die belangrijk is voor het episodisch geheugen ook codeert voor het geheugen voor plaats. En dus in de neurofysiologie heeft men heel wat studies gedaan over dat geheugen voor plaats. Dat heeft te maken met het navigeren door de ruimte. De hippocampus, de structuur die betrokken is in het amnestisch syndroom, werkt als een soort interne GPS die u toelaat om bijvoorbeeld van hier terug naar uw wagen te gaan. Dat is dan geen episodisch geheugen in de zin van een bepaalde episode die u zich herinnert, maar dat is eigenlijk de functie als navigatiesysteem. En interessant genoeg is dat topografische element betreft niet enkel het navigeren in de ruimte, maar evenzeer het associëren van plaatsen met objecten. En vandaar dat heel frequent mensen die komen met episodische geheugenklachten, die zullen zeggen, ik loop de hele dag te zoeken waar ik dingen gelegd heb en dat is zo vermoeiend. En dat is eigen aan dat topografische geheugen. En een andere klassieke klacht die men zal horen, die te maken heeft met object-plaatsassociatie, is dat men zegt, ja, de patiënt die kan wel nog goed afdrogen, maar als die dingen moet wegzetten in de kast, en dat staat al 30 jaar op dezelfde plaats, toch gaat hij dat soms nog op de verkeerde plaats zetten. En dus het episodisch geheugen en het topografisch geheugen berusten eigenlijk op één en dezelfde structuur, de hippocampus. En de hippocampus wordt zo genoemd omdat ze in een coronale doorsnede, een doorsnede door de hersenen, op deze manier heeft men deze vorm, en dat ziet er een klein beetje uit als een zeepaardje. En dus die hippocampus is eigenlijk de structuur waar de ziekte van Alzheimer start. En het is erg belangrijk om te realiseren dat het volstaat dat uw hippocampus met een paar kubieke millimeter vermindert of u krijgt een amnestisch syndroom met een topografisch geheugenprobleem. En dus de ziekte van Alzheimer is geen globale ziekte die de hersenen op zijn geheel aantast, maar is een ziekte die heel selectief bepaalde delen aantast. En dat is ook een van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten over de voorbije tientallen jaren. Dementie is geen diffuus proces die globaal de hersenen volledig aantast. Bepaalde delen van de hersenen worden aangetast en de functie die verbonden is met die delen, die speelt de patiënt dan parten. En de hippocampus is een structuur van een paar kubieke centimeter groot, maximaal, maar verliest men een deel van het volume van de hippocampus, dan krijgt men een amnestisch syndroom. En dat is erg belangrijk, omdat natuurlijk de patiënt zelf en de familie die ervaart dat als iets wat eigenlijk onbegrijpelijk is, maar eigenlijk valt het te vertalen naar een heel duidelijk substraat, een bepaald deel van de hersenen, en is het zeker geen globale diffuse aantasting. Maar het gaat nog verder, en deze slide is eigenlijk de belangrijkste slide uit mijn voordracht. En dus dat is een slide, een doorsnede door de hippocampus, van een patiënt die overleden is en die in een vergevorderd stadium overleden is. En wat u hier ziet in het donkere blauw, ik weet niet of het goed uitkomt, op mijn screen wel, maar in het donkere blauw ziet u de cellen, de celkernen, die behoren tot een bepaald deel van de hippocampus. En eigenlijk zou hier eenzelfde reeks cellen moeten aanwezig zijn van een ander deeltje van de hippocampus. En u ziet dat zelfs in een vergevorderd deel van de, in een vergevorderd stadium van de ziekte bepaalde celkernen behouden zijn en andere aangetast. En dat is de essentie van wat we noemen neurodegeneratie. Neurodegeneratie wil zeggen dat bepaalde cellen in bepaalde gebieden aangetast zijn. En dat is effectief, zoals Wiesje het zei, dat is het mysterie van de neurodegeneratieve aandoening. Waarom gaat een deel van de cellen volledig teloor en is een ander deel dat eigenlijk in dezelfde structuur voorkomt, eigenlijk overleeft dat deel. Nu, welke letsels er voorkomen, ook daar
is er op wetenschappelijk vlak gelukkig wat beweging en vooruitgang. Dit zijn de gegevens bij de patiënt die ik u in het begin voorstelde. Dit is de doorsnede door de hippocampus die toelaat om een lichte vermindering van volume te zien bij deze 52-jarige man met lichte geheugenproblemen, maar die toch interfereren met zijn professionele activiteiten. En dit is de amyloïd PET-scan van die patiënt. En daar kan men met zekerheid zeggen op 52-jarige leeftijd met een dergelijke amyloïd PET-scan. Hier gaat het om de ziekte van Alzheimer. Dat is even grote zekerheid als men vroeger enkel kon bekomen door de hersenen onder de microscoop te onderzoeken. En dat is dan meteen een ander aspect van hoe de wetenschappelijke vooruitgang patiënten op dit ogenblik ook reeds echt helpt. Want natuurlijk, als we kunnen meten wat er precies in de hersenen misgaat, dan is dat natuurlijk erg belangrijk voor het stellen van de diagnose, het meedelen van de diagnose en het ontwikkelen van behandeling. En dat is dus een onderzoek dat in 2004 ontwikkeld is, maar nu reeds in de klinische praktijk belangrijk is. En ook bij klinische studies erg belangrijk is, want als we tegenwoordig studies doen met medicatie tegen amyloïd, dan is dat enkel bij patiënten met een positieve amyloïd PET-scan. Nu, die veranderingen in de hersenen bij de ziekte van Alzheimer, als ik zeg wat verandert er, dan is dat niet enkel het amyloïd. Zoals ik al zei, er is het celverlies in bepaalde delen van de hersenen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Als we kijken welke ernst van symptomen de patiënt heeft, dan gaat dat het best gepaard, het meest nauwe gepaard met de hoeveelheid celverlies en de hoeveelheid verlies aan synaptische densiteit. En dat is eigenlijk de essentie. Als we iets zouden kunnen doen aan dat celverlies, dan mogen we zoveel amyloïd hebben als we willen, maar dan hebben we eigenlijk de ziekte behandeld. Maar jammer genoeg zijn we daar op dit ogenblik, richten we ons erg op het amyloïd. Maar eigenlijk, als u mij zou zeggen, wat verkiest u, maar dat is natuurlijk een puur hypothetische vraag, wat verkiest u, een hoofd vol amyloïd of een paar kubieke millimeter minder hippocampus, dan zou ik zeggen een hoofd vol amyloïd. Maar natuurlijk, dat is gemakkelijk zeggen. Ik ben natuurlijk... Nu, een andere belangrijke afwijking die we ook al enkele keren vermeld hebben, is de neurofibrillaire kluwens, het tau-eiwit. En ook daar is het zo dat de symptomen van de patiënt en het ziektestadium erg nauw samenhangen met de plaats waar het tau zich afzet en de hoeveelheid tau die er is. Dus ook daar zou ik zeggen dat de hoeveelheid neurofibrillaire kluwens is echt wel iets wat een belangrijk element is in het ziektestadium en de ernst van de symptomen. Wat het minst correleert met de symptomen is de hoeveelheid amyloïd. En op dit ogenblik kunnen we de hoeveelheid amyloïd meten en pas nu kunnen we ook geleidelijk aan methodes ontwikkelen om de hoeveelheid tau te meten. En dat is iets wat zeker ook een heel actief onderzoeksdomein is. Niet alleen het meten van het amyloïd, want dat is maar één aspect, maar ook de vele andere veranderingen die bij de ziekte van Alzheimer voorkomen. Nu, wat kunnen we eraan doen? Dus natuurlijk, de diagnosemededeling is belangrijk, want dat heeft ook heel wat consequenties naar professionele activiteit of bijvoorbeeld naar de manier waarop de familie zich moet aanpassen aan de problemen. Het starten van medicatie, cholinesterase-inhibitoren en memantine. Voor sommige gedragsproblemen kan medicatie nuttig zijn. Maar wat ik hier schrijf is eigenlijk allemaal uit, laten we zeggen, 1998-2002. Is dat belangrijk? Ja, als arts vind ik dat erg belangrijk. Maar dat is eigenlijk wat op dit ogenblik standaard als medicatie gegeven wordt. En over de voorbije 15 jaar is daar in de klinische praktijk concreet niet veel aan gewijzigd. En dat is natuurlijk één groot actiedomein bij de ziekte van Alzheimer, het vinden van meer efficiënte therapie, want de behandeling die we nu hebben, die is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën die ontwikkeld zijn in de jaren 70 omtrent het cholinerge deficit. Dus een ander belangrijk aspect is natuurlijk het begeleiden van de patiënt door de psycholoog en dergelijke en ook het luisteren naar de problemen en het informeren van patiënten en familieleden. En dus hier staat het kort eventjes samengevat. Een erg belangrijk aspect bij de ziekte van Alzheimer en ook in het algemeen is het beperken van medicatie die op de mentale alertheid inwerkt. En dat is dan bijvoorbeeld neuroleptica, medicatie die gebruikt wordt om het gedrag te dempen.
Daar is het erg belangrijk om voorzichtig mee om te springen, want daar kan men echt grote schade mee aanrichten door de patiënt overmatig te sederen. En een ander belangrijk element in die psychotrope medicatie, en dat is niet enkel bij de artist formerly known as Prince, maar evengoed bij de bejaarden die u in uw straat wonen hebt, opioïd afgeleiden hebben ook een nadelig effect op het geheugen. En dus ook daar is het beperken van opioïd afgeleiden belangrijk. Een ander heel belangrijk aspect is natuurlijk het aanspreken van de mogelijkheden van de patiënt en van de talenten van de patiënt. Dus is hier een patiënt van, ik weet niet of het goed uitkomt, van ongeveer 54 jaar. En die heeft als hobby het werken aan oude carrosserie om die te herstellen. En dat is iets wat hij tot vrij ver in het ziektestadium gedaan heeft. En ik toon dit omdat een heel belangrijk element van de benadering bij de ziekte van Alzheimer is niet alleen wat er niet gaat, maar des te meer of wat er wel nog mogelijk is. Dit is de evolutie van de patiënt die we daarnet besproken hebben. En u ziet dat die ongeveer over het verloop van 3 jaar, ik kan u dat zeggen, dat is een score, dat is een vrij gestage achteruitgang. En dat is jammer genoeg de schrijnende realiteit van de ziekte van Alzheimer vandaag. Dus zowel voor de familieleden, de patiënt zelf, als iedereen die ermee in contact komt. Het is een ziekte waarbij de cognitieve vermogens onherroepelijk verloren gaan. En vandaag had ik nog een patiënt en een familielid. En een familielid zei, ja, ik heb echt wel de ervaring, die patiënt was nog in een relatief licht stadium, dat er al een stuk van de persoonlijkheid kapot gegaan is. En dat is de realiteit van de ziekte van Alzheimer, een gestage achteruitgang, die soms wel een tijd lang kan stabiliseren. Dit is voor Christine, dus deze patiënt die had geen mutaties in deze genen. Dit ga ik kort houden, omdat het ook meer of meer door Christine gedekt is. De patiënt die ik toonde was 52 jaar en in die zin wel ongewoon. Maar natuurlijk, de ziekte van Alzheimer, het voorkomen, is exponentieel gebonden aan de leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat het enkel bij oudere personen is. Zelfs op de leeftijd van 60 jaar komt de ziekte van Alzheimer bij ongeveer 0,5% van de personen in de populatie voor. Dus dat is zelfs in die leeftijd is dat geen zeldzame ziekte. En nadien stijgt dan het voorkomen verdubbeld om de 5 jaar. Dus op 65 jaar 1%, op 70 jaar 2%, 75 jaar 5%. En dit is een van de laatste dingen die ik u wil zeggen. Dus wat ik u getoond heb, was een relatief jonge patiënt met amyloïd en hippocampaal verlies. Maar men mag niet de ziekte van Alzheimer als één homogene entiteit beschouwen. Dat is ook een van de fouten misschien uit het verleden. Een patiënt met de ziekte van Alzheimer van 60 jaar is niet identiek aan een patiënt met de ziekte van Alzheimer op 80, 85 jaar, omdat de onderliggende afwijkingen en veranderingen ook verschillen tussen die patiënten. En bij oudere patiënten is er heel veel meer bijdrage van volumeverlies als dusdanig, eerder dan de aanwezigheid van amyloïd of zelfs neurofibrillaire tangles. En dat zeg ik vooral omdat het illustreert dat wat de vooruitgang in de wetenschap mee dient te brengen, is dat men beter de verschillende dimensies van de ziekte van Alzheimer in de hersenen moet kunnen meten. Niet enkel het amyloïd, niet enkel het volumeverlies, maar ook andere veranderingen, zoals de synaptische densiteit en de neurofibrillaire kluwens. Dus ik ben min of meer binnen het tijdsbestek, kan ik zeggen, ja, wat is de vooruitgang? We kunnen beter meten wat er is. We kunnen ook beter de verschillende dimensies van het cognitieve falen meten, maar we moeten aandacht hebben dat we ons niet focussen enkel alleen op dat amyloïd, want het proces is veel complexer dan enkel het amyloïd. En dus dat is dan de laatste vraag. Wat is het verschil nu ten opzichte van 2000 als men de ziekte van Alzheimer heeft vanuit het oogpunt van de patiënt en zijn naasten? Nu, ik kan daar proberen een antwoord op te formuleren, maar mijn tijd is om.